is, we hebben hier vier pionnen. Daarin, daarin, daarin en daarachter. Wie wil het even zien? De sjoste goed. De leerkracht zit hier bij het boetenboadje net onder het roer, maar de bijen zelfs. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Johannes Looyingaskwalle in Sumhuzum kregen een mini-opleiding om de basisbeginselen van het lesjaar te leren. Zometeen hebben we 2 teams en 2 dobbelstenen. Dit is zometeen team 1 en dat team 2. En dan wil jou eerst uitleg en dan doof het ik een beetje voor en daarna ja, dan doof ze het zelf. Ja, maar in een 2 dan help ik soms wel mij de handjes beter houden dan mij gaan. Maar het treft jou kent zelf. Ik vind het heel leuk om mijn band te biatchen en zo. Wat vies de kijkt zo leuk hoor? Nou, ik vind ze gewoon heel schattig. De band zijn er net heel alleen nog voor. Juffrouw Janne Poortinga houdt een eigen in het ziel. Zij wie de jingen die tussen lesmethode introduceren. Zij zegt dat de band haar vervelen op het plein en net genoeg bewegen. Dat is nou wel oors. En boppen dat steken ze er een soort van op. Ze leren hele andere dingen dan normaal gesproken uit een boek. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus hoe is het voor een groep? Mijn zelfvertrouwen, wat is die houding? Van als er een keer invalt, maar ze het zelf proberen op te lossen. Dan ben ik er net meer om te helpen, of de orenjuf. Dus echt, ze vielen hun soort juf meester. Als ze een beetje stom binnen de mas is, maar ze praten en daarna echt ook gewoon even voortzetten. En daarna maakt ze gewoon naar binnen, want dan maakt ze ook gewoon luisteren naar u is. Hun binnenkrijgt ik als juf. Soms is ze Femke meiden tikken wezen soms. En zoest wel vaker gymles haar willen van deze band? Ja. Ook een heel grote applaus voor Jelke! Alsjeblieft, jongen. Bij het aanroepen van de opleiding heeft vanzelf een diploma. Na weken oefenen mag de band haar zelfs junior pleinwacht nemen. Wat is trouwens met dwang? Nou, ik denk dat ik er later wel iets maak in dwang. Want ik vind het wel echt leuk.